Bekijk hier de terugkijkvlog van de raadsvergadering van februari 2020. Ik sta hier bij de parkeerplaats voor het stadhuis. De bedoeling is dat hier 320 parkeerplaatsen ondergronds gaan komen. Middels deze ondergrondse parkeergarage realiseerden wat daar betreft drie belangrijke punten. 1 is verbeteren van verkeersveiligheid doordat auto's niet meer over het fietspad heen hoeven te rijden. 2 is het realiseren van een betere openbare ruimte omdat auto's ondergronds worden geparkeerd en bovengronds een parkachtige omgeving ontstaat. En 3, het toevoegen van circa 320 parkeerplaatsen. Tijdens deze raadsvergadering stond de woonplek op de agenda. Een voorziening voor mensen met een meervoudige problematiek. En in de commissie, voorafgaand aan deze raadsvergadering, heb ik daar iets over gesproken. Laten we even terugkijken. Het is een groep mensen waar momenteel binnen onze stad geen toereikend zorgaanbod voor is. Niet voor niets wil het CDA al langer een voorziening realiseren voor deze groep inwoners. Zodat passende zorg geboden kan worden en overlast in de stad kan worden beperkt. Wens, nut en noodzaak komen voor het CDA voort uit de zorgplicht die we hebben voor alle Purmerenders. En daarmee ook de zwakken in onze samenleving. En tegelijkertijd geeft ze, zodra we over een specifieke locatie praten, ook zorgen van allerlei aard bij omwonenden. En die verdienen ook onze aandacht. Voor het CDA staat dus deze voorziening niet ter discussie, maar het gaat veel meer over de vraag waar en hoe je deze kunt realiseren. Hoe vind je een oplossing voor een sociaal probleem in een dichtbevolkte stad en een balans tussen emotie en ratio? Het zal altijd een worsteling blijven tussen verschillende belangen. En vanavond hebben wij van vele insprekers hun zorgen gehoord. Omdat het college de locatie uit het voorstel heeft gehaald, vonden partijen het nodig om dit eerst nog weer in de commissie te bespreken, voordat er een definitieve beslissing werd genomen. Dat is de reden dat het niet in deze raadsvergadering verder is besproken.